Goedemorgen, dit is aflevering 3 van de White Body Del Sol. We zijn vandaag met Jan. Jantje, hij gaat mij vandaag helpen met het maken en vooral het schuren van de white body. We gaan nu verder met die fender die we de vorige keer hebben gelijmd, zeg maar. Wat we vandaag gaan doen, is we gaan hem plamuren. Heel veel. We gaan hem gewoon helemaal vol plamuren. En als we dat hebben gedaan, dan gaan we hem schuren en proberen ze strak mogelijk te maken. Dus het eerste wat we nu gaan doen, is we gaan gewoon heel veel plamuur maken. En dan gaan we dat dan opzetten. We hebben nu geprobeerd, we zijn even aan het wachten tot het droog is. Dan kan je het gaan schuren. In de tussentijd is Erik gekomen en we zijn nu bezig met de tanels om die te spuiten door te lukken. Dat gaan we nu eerst even doen en dan daarna gaan we weer schuren. Oké, nou Erik is nog steeds bezig met het maken van zijn bumper, want die heeft hij verrot gereden. En Jan die gaat nu beginnen met schuren aan de bumper. In principe het enige wat je hoeft te doen, als je me kan verstaan, is je gaat gewoon letterlijk schuren tot het glad is. En dat het allemaal gewoon egaal is, dus dat gaan we nou even doen. Ja, nou, zoals je gewoon geen slotje. Oh, sorry. Nou, zoals je kan zien, het gaat best redelijk snel. We moeten hier alleen die lijn die loopt eigenlijk een beetje zo. Dus je moet even dezelfde ding gaan plamuren. Maar in principe verder, als je hier haalt hij nou dat schuurpapier eroverheen. Je kan al zien dat het in principe al redelijk egaal en redelijk glad wordt. Dus dat moeten we nu overal gaan doen. Nou, goedemorgen. Dit is de tweede dag, want gisteren werd het een beetje hectisch, want er kwamen heel wat mensen langs. Toen wilde ik nog wel gaan filmen, maar ja, het zat er gewoon niet meer in. Het was veel te druk om het zo maar te zeggen. Wat we gisteren hebben gedaan, we zijn wel gewoon doorgegaan. Het is eigenlijk wel jammer dat ik niet gefilmd heb, maar goed. Wat we dus hebben gedaan is, we hebben de fender zijn we gewoon weer verder gegaan. In principe precies hetzelfde als wat jullie hebben gezien. Dat we gewoon... heel te plamuren, schuren, het is eigenlijk gewoon een proces dat je heel te herhaalt. Je doet schuren en plamuren en heel de tijd. Dus nu ziet het er zo uit ongeveer. We hadden verteld over die lijn die er niet helemaal goed in zit, dus daar hebben we gigantische hoeveelheden plamuur op moeten doen. Maar nu ziet het er wel redelijk hetzelfde uit, om het zo maar te zeggen. Hij is natuurlijk nog steeds niet netjes, want ja, er moet nog heel wat geplamuurd worden. En dat gaan we vandaag doen. Ik besef me wel dat dit niet een hele leuke video is, om het zo maar te zeggen. Want ik ben heel tot alleen maar... omdat ik natuurlijk heel tot alleen maar aan het schuren en het plamuren ben. Dus
Misschien dat ik het vandaag nog wat anders ga doen, maar we gaan het zien. Dus ik ga nu verder met schuren en pluren. Oké, nou, ik heb weer ongeveer 7 minuten gefilmd aan schuren. Wordt allemaal time-lapse natuurlijk, want dan ga ik niet 7 minuten lang aan laten staan. Maar wat ik nu ga proberen is, ik ga hem even proberen af te halen van de bumper. Want ik merkte net dat ik die randjes wil gaan schuren, maar dan kom ik ook tegen mijn bumper aan. Daar ben ik niet heel blij mee, want dan krijg ik dit soort krassen erop. En dat is niet zo heel chill. Dus dat ga ik nou even doen. Nou, zoals je kon zien, hij is er nou vanaf, eindelijk. Doe het heel voorzichtig, doe het heel langzaam, want anders dan breek je hem. Dat wil je niet. Het is best licht. Het valt op zich best wel mee. Nou ja, zoals je kan zien, hier is allemaal tape. Als je wil zien waarom ik dit heb gedaan en hoe ik het heb gedaan, moet je even naar de eerste video gaan. Daar komt nu een polletje, voor mij daar zo, die je daar naartoe gaat verwijzen. Hier, wat ik nu ga doen, is ik ga hem even op maat maken, want ik heb hem hier overal te groot gemaakt, om het zo maar te zeggen. Waarom ik het heb gedaan is omdat als ik dit nu wegzaag of wegslijp, dan heb ik gelijk een hele mooie strakke lijn. En dan hoef ik daar in principe vrij weinig mee aan te doen. Hier aan de achterkant moet ik dit nog even fixen. Maar dat kan pas als het peurschuim eruit is, dus dat gaan we ook vandaag doen. En dan verder denk ik dat ik een beetje ophoud met het filmen van het schuren, want dat is heel eenzijdig en heel langdradig en ja, het is niet heel leuk. Dus wat we nu gaan doen is we gaan dat randje er even afhalen. Nou, zoals je kan zien heb ik nu heel deze lijn gemaakt. Hij is nog niet helemaal perfect. Ik zal nog een klein stukje moeten wegschuren, et cetera. Maar goed, zo be het. Wat we nu gaan doen is we gaan proberen dit peurschuim eruit te halen. Het zit natuurlijk nog in, het moet er allemaal uit. Zodat we hem van binnen weer kunnen versterken. Nou oké, het is zover. Alle peurschuim is eruit. Het is merendeels, als je goed kijkt, dan zit hier nog wel allemaal van die kleine stukjes. Maar dat maakt in principe niet heel veel uit. Je kan er gewoon lekker tussen laten zitten. Dat komt helemaal goed. Ik heb hier een klein stukje afgebroken per ongeluk. Dat hoort hier zo. Die hebben we wel nodig. Dus die ga ik nog even opzetten. Hier is nog een gaatje. Dus dat moeten we even gaan repareren. En deze rand die wil ik ook even wat dikker maken, want daar wordt hij opgehangen. Dus dat moet wel stevig zijn natuurlijk. Dus dan ga ik nu al eventjes weer lijn maken, wie weet hoe dat moet. En dan ga ik het even besteden. Dus time lapse time. Bye. Oh, jezus. Nou, dat is ook weer gedaan. Het is allemaal gelijmd. Nou is het in principe weer heel lang wachten totdat alles er weer op zit. Dus daar moeten we ook echt daadwerkelijk op gaan wachten. Dus ik ben weer terug zodra die te droog is. Zodra het droog is, draaien we hem weer om. En gaan we weer verder met pluren. So be it. Goedenavond bij dag 3 van deze aflevering. Het duurt gigantisch lang. En ik heb nog niet eens alles gefilmd, want dan zouden jullie ongeveer 2 of 3 of 4 of 5 uur alleen maar schuren zien.
Wat ik nu heb gedaan is, ik ben gestopt met filmen omdat het zo lang duurde. Wij zijn toen wel doorgegaan met het natuurlijk nog schuren en plamuren en schuren en plamuren en schuren en plamuren. En dat heel de tijd. Dus hoe die er nu uitziet is zoals dit. Je zou zeggen van nou, dat ziet er ook nog niet heel enthousiast verder uit. Maar in principe is dit, als je dit nog een keertje scheurt, hier even een dingetje overheen en hier en nou ja, eigenlijk overal, als je nog even een goede keer schuurt, dan zou die vrijwel klaar zijn kunnen zijn voor de primer. En wat we gisteravond hebben gedaan is, bij deze hadden we een beetje fitmentproblemen, want hij zit al vastgeschroefd hier zo. Ja, nou ja, dit ziet er in ieder geval nu zo uit. Dit is haast glad, nog even één keer geschuurd worden, hier aan de zijkant ook. Maar dan is deze fitment in ieder geval, die is helemaal goed, want het zal...